Moet jij jezelf nou vanavond even in de arm knijpen? Ja, nee. Is het echt gebeurd? Ja, dat is wel een mooie comeback. Ja, het was een bizarre comeback. Hoeveel emoties zijn er door je hoofd geschoten? Ja, in het begin beginnen gewoon niet goed. En dan, dan ben je wel niet teleurgesteld, maar ja, het is niet fijn. En dan, dan word je gewoon tweede helft, denk ik, weer eruit gewoon. Ja, er zit echt alles in, hè, in die wedstrijd, ook voor jou persoonlijk. Ja, volgens mij buitenspel, goal, maar was het niet echt buitenspel. Eerst zelf wilde ik niet heel erg lekker, maar tweede helft gaat het dan beter. Jij zegt het was niet echt buitenspel. Heb je hem nog niet teruggezien? Jawel, ja. Ja. Er stonden 5 man nog tussen. Ja, klopt. Maar ja, weet je, het is wat het is. Volgende keer moeten ze het erop doen. Ja. Het knappe is wel volgens mij dat die spirit er blijft, dat het geloof er blijft. Kan je aangeven hoe dat komt? Waar komt dat vandaan? Gewoon in de rust praten we gewoon met elkaar. De trainer zegt wat. En ja, wij geloven sowieso in dat we altijd kunnen winnen en dat we beter zijn waren. En dat hebben we goed gedaan. Ja, maar er moet ook in het veld moet er wat dan gebeuren, denk ik, om het goed te laten voelen. Ja, en we scoren op de juiste momenten. En ja, daarna wordt het gewoon vechten voor de overwinning. I think the most important that we never give up. After the 2 goals, we wasn't in the game at the beginning. We had make long time to begin this game. And directly score, so it was really hard for the whole team. But I think that tonight we showed that we are the real team spirit. We're not only 11 guys, but there's also the guys on the bench, the staff and everything. So it's really a really good feeling. Relief, for sure. We knew it was a must-win game. It was a final for us. Of course, we want to advance to the next stage of the Europa League, of the competition. So tonight was a must-win, and we're just so delighted that we were able to do it. Now we are second, so now there's 2 more games, and we know that if we have to win the both games, and we will be in. So now the adventure continues. From the start of the week, the boys have been in high spirits. obviously, we came under a little bit of criticism after the last game about how we played together and stuff. So from the first minute, we're just looking for each other, helping each other, staying positive, staying in a good spirit, and I think that helped us tonight a lot. Yeah. Besides those first minutes, those goal against, mm-hmm. You think it was one of the best matches PSV played so far? Yeah, for sure. I think it was a top match. They're a top team, and obviously, we knew what happened to us when we went to their home. So obviously, I think it was a good match for us. Obviously, a bit of a crazy start, but from that moment onwards, I think we dominated the game up until the end, and then we showed great character at the end to fight through and get all the 3 points. We can't forget your goal. How is it to score in Europe? Yeah, I mean, it's my first goal in Europe. It was a great feeling, obviously, to make it 2-2. So, and with the right foot. So, yeah, very happy with it. And it was a really important one. Yeah, it was. You immediately knew that in that moment? Yeah, I knew the magnitude of the goal. And I saw the confidence that it gave the boys to go and get the next one. I see Donio sprinting around, Cody, Eran, we're all together. And that's what it is. We're a family on the pitch. So, yeah, it was great to be able for Donio to score the third. And then you see how happy everyone is for everyone to score. So, it was perfect. Ik kreeg de bal. Ik zag Eran een goede loopactie maken. Dus ik gaf hem. Hij schoot hem op de keeper. Een beetje in de hoek. Hij bokste hem weg. En ik dacht, ik loop gewoon door en misschien komt hij erin. Ja, kwam er gelukkig. Wat een gevoel, hè, dan? Ja, zeker. Lekker. Helaas zonder fans. Ik denk met fans zou het hier ontploft zijn, maar ja. En dan zijn je ineens weer tweede en dan is alles weer mogelijk. Ja, heb ik gisteren ook al aangegeven dat als je gewoon wint, dat je er heel anders in staat. Ze moeten PSV niet afschrijven? Nee, dat moet je nooit doen.